Hallo, we zijn al behoorlijk in het boek van Meijer gekomen. Hier is het boek, hoofdstuk 5. We zijn soort van op de helft. En ik wil jullie iets vertellen over waar we zijn gekomen en waar we naartoe gaan in deze hoofdstukken van Meijer. Ik leg het boek even weg. Nou, deze kennen jullie, hè? Die heb ik in de vorige clip uitgelegd. We zijn dus nu ergens hier, hè? De afbakening van de grenzen hebben we gehad in de eerste hoofdstukken. De integratie bij het kadaster en het denken over integratie, hè, met de fysiocraten en de mercantilisten. Daar hebben jullie over gelezen en ook het integratie in de zin van de bevrijding van de boeren. Hè, zodat die beter kunnen produceren in het nationale territorium. En die integratie die gaat eigenlijk steeds verder. Hè? En dit hoofdstuk gaat aan de ene kant over de integratie meer fysiek, hè? Over spoorwegen. Aan de andere kant gaat dat dan ook weer dat het weer tot een dynamiek leidt van inside-out. Dat staten steeds meer naar buiten georiënteerd zijn. En in dit hoofdstuk, waar we deze week het over hebben, gaat het dan over continentalisme. Dat ze hun omgeving, hun continent, steeds meer gaan proberen te gaan beheersen. Hè? Ook wat staten wat groter worden. En vervolgens gaat dat dan richting geopolitiek. In combinatie met nationalisme. Hè? Nationalisme is ook een manier. Niet alleen een identificatie van de mensen met de natie. Maar ook een manier hoe dat die staat naar buiten wordt aangestuurd. Maar daar hebben we deze week nog geen tijd voor. Dat is iets voor volgende week. En dan gaan we het ook nog hebben over een inleiding over reterritorialisatie. Dat is ook wat eigenlijk helemaal centraal staat in het tweede gedeelte van het vak. Dus we zijn zo een beetje hier. Nu ik toch hier sta, kan ik het ook nog op een andere manier uitleggen. Nou, we staan hier voor een leeg blad. Zou ik niet zo weer willen zien als de situatie in de middeleeuwen. Hè? Dit is een flip-over kaart. Dus je ziet misschien dat er allemaal wat vakjes in zitten. En die lijntjes zijn allemaal heel dun. Hè? Dat is ter oriëntatie voor degene die aan het schrijven gaat. Maar zeker een metafoor voor het mozaïek van staten. Van de relatie tussen machthebbers en ruimte in de middeleeuwen. Hè? Die dus veel minder op staten gericht waren, hadden wel iets wat kenmerken van statelijkheid, hè, van duurzaamheid, maar dat was toch veel fragmentarischer en dat veranderde voortdurend. Hè. Je hebt die kaarten wel gezien van die territorialiteit van die machtscheppers, dat veranderde in de loop van de tijd. Hè. Als er in zo'n vakje bij een huwelijk cadeau gegeven werd aan iemand anders. Wat we dan gehad hebben, de eerste fase waar mij het dan over heeft, Is dat op basis eigenlijk van die bestaande vakjes dat daar iets van het territorium ontstaat. En die territoria die bestaan nooit apart, hè, maar dat gaat altijd in combinatie, in afgrenzing met anderen. Nou, dit zien jullie niet zo goed, hè? Dit hebben we met de pen gedaan. Maar in de loop van de tijd worden die grenzen harder. Hè? En waarmee je het dan niet eerst over heeft, hè? Dan pak ik mijn grote stift. Dat is het verharden van de territoria, de fortificatie van de grens. Dat is de eerste fase. Dit moet jullie kunnen zien. En dat is aan de ene kant een kenmerk van deze theoretische staat. Aan de andere kant heeft het natuurlijk ook te maken met de grenzen die anderen maken. Hè, hier heb je één en de volgende. Misschien iets groter, andere vorm. Nou, dus gaat het over die relatie tussen die staat. Hè? Het congres van het Westfaalse-congres, dat je afspreekt dat die grens er is en dat de een bepaalt wat hier gebeurt en de ander bepaalt wat daar gebeurt. Nou, zeg maar hoofdstuk 2 van mij. Daarna gaat hij het hebben over het invullen van het territorium. Hè? Hier. Om je oorlog te kunnen voeren, moet je zoveel mogelijk uit dat territorium halen. En in het begin is dat halen uit het territorium, betekent dat je belasting heft. En dat was nog heel chaotisch georganiseerd, dus wordt het territorium ingevuld. En het bestuur wordt gemaakt en hij, Meijer heeft dan heel erg, rode pen, over het kadaster. Hè? Dat gaat eigenlijk over het invullen van dit territorium.
in privévakjes, waar je precies van weet, dit kunnen jullie niet zien, hè, dat weten jullie, wat van wie is en wat dat betekent voor wat de waarde ervan is, wat geproduceerd kan worden, hè, dus die kleine vakjes zijn voor de belastingheffing. En daar wordt eigenlijk dat hele, wordt een heel mozaïek van kadasterplekjes ontstaan, waardoor vanuit het centrum dat gebied beter bestuurd kan worden, in de zin van dat de belasting geheven kan worden, dat er middelen verzameld kunnen worden om het staatsapparaat te versterken, vooral in concurrentie met die andere staten. We zitten dan vooral in de 17e, 18e eeuw, heb je nog best wel veel oorlogen. En dat gebeurt dus aan de ene kant bestuurlijk. Hè? Het landschap verandert eigenlijk niet zo, maar het kadaster legt vast wat van wie is. Hè? Dus het intellectuele landschap, of het kennislandschap, de statistiek ontstaat, de kennis van de staat over zijn territorium vergroot door dat kadaster, waardoor je belasting kan heffen. En daarnaast, het verhaal van de fysiocraten, de mercantilisten, wat in het begin van het weekwerkblad besproken wordt, dan gaat het heel erg over, hoe doe je dat nou? Waarom doe je dat? Hè? De kennisbronnen, hè? De knowledge base ontstaat van nationale economie. Er bestaat hier iets als een soort economisch mechanisme, organisme wat je moet stimuleren als staat. Hè? Dus de koppeling staat en economie ontstaat in die tijd. Dus onderwerp van debat. Hè. Adam Smith had er net iets andere opvatting over. Maar in de eind 18e eeuw is die opvatting van het mercantilisme, dat ontstaat wel. En we zullen zien dat eind 19e eeuw eigenlijk alle territoriale staten op basis van economie en bescherming van de economie, hè, de grenzen worden dan weer een beetje gecontroleerd, dat op basis van die gedachten die eerder zijn ontwikkeld eigenlijk de nationale economieën gestimuleerd worden en gereguleerd worden door de overheid. Nou, dat is het ene kant van het verhaal. Dat gaat dus heel erg over het bestuur, hè? Over hoe dat staatsruimte inricht, bestuurlijk, centralisatie, macht uitoefenen, ideeën, kadaster. Hè? Dat zie je eigenlijk niet fysiek in de ruimte. Maar in de 19e eeuw, vooral op het eind van de 19e eeuw, dan verandert eigenlijk iets fundamenteels. Want in plaats van dat de staat eigenlijk de ruimte bestuurt en dingen mee doet, hè, de meer onzichtbare dingen, verandert het landschap. Tot de 19e eeuw, tot diep in de 19e eeuw, zijn die staten heel erg landbouw, hè, heel erg agrarisch. En daar verandert eigenlijk niet zoveel. Hè. Het agrarisch landschap van de vroege 19e en de late middeleeuwen, nou, daar zitten geen fundamentele veranderingen. Nou, dat verandert dus in de 19e eeuw, hè, waar Meijert in hoofdstuk 5 eigenlijk over heeft. En de belangrijkste metafoor, het belangrijkste verschijnsel is de aanleg van de spoorweg. Maar dat past bij een breder iets van aanleggen van infrastructuur. Hè. Er werden al kanalen aangelegd en ook telegraaf werd ontwikkeld. En dan zie je eigenlijk dat in plaats van dat de staat zich alleen in de narrow sense, wordt dat wel eens genoemd, zich met het bestuur bezighoudt, hè, het bestuur intensiveert, dat de staat ook, hè, de ruimte verandert. Hè, steeds beter in de integral sense. Wordt dat wel genoemd, de fysieke ruimte wordt de invloed van de staat veranderd. Hè? De staat verandert het territorium, verandert het landschap fysiek. Nou, hoe gaat het dan? Nou, dat gaat met spoorwegen. In rood, dat begint eerst van kleine stukjes, hè, tussen een mijn en een haven, bijvoorbeeld, als hier een rivier is. En in de loop van de 19e eeuw wordt dat hele netwerk, dat wordt ingevuld. Dus netwerk in die tijd, sorry voor het gepiep, zorgt ervoor dat het hele territorium wordt ingevuld. Het gaat soms al de grens over. Hè. Dat is, uiteindelijk leidt het tot het idee van continentalisme. Maar in eerste instantie gaat het heel erg over integratie van het nationale territorium door zo'n netwerk. Hè, waardoor
de centrale stad sterker wordt, waardoor er ook op andere plekken, misschien een ander kleurtje nemen, steden, blauw, misschien niet handig komen, verandert het landschap, dat zijn allemaal locaties, ook voor industrie. Dus dat hele landschap wordt fysiek ingevuld, wordt getransformeerd door die infrastructuur. En de controle van uit het centrum over dat territorium, dat neemt toe. Hè? Dat gaat ook fysiek, niet alleen meer bestuurlijk, maar ook door die fysieke relaties gebeurt dat. En waar mij het uitgebreid over heeft, van ja, vaak gaat het dan wel over privébedrijven die dat doen, maar de staat die faciliteert dat helemaal door het creëren van nieuwe financieringsmogelijkheden. Hij heeft het over Canada, over Amerika, er staat ook nog wel een link in het werkblad, zie je dan dat dat officieel is het, geeft de staat alleen concessies, hè? Dat is natuurlijk ook wel belangrijk, maar die concessies in de Verenigde Staten, hè, vooral in het westelijk gedeelte, betekent dat in Amerika, dat als je zo'n lijn aanlegt, dat de spoorwegmaatschappij daar de grond eromheen krijgt. Nou, dus dat zorgt voor een hele verandering van het fysieke territorium. Dus het netwerk verstevigt het territorium. En dat gaat ook in verschillende fasen. Hè. In de eerste instantie is het, alhoewel door de staat gestimuleerd, zijn toch wat privébedrijven die daar een belangrijke rol in spelen. Maar je ziet dat vooral richting eind 19e eeuw. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van waar mij het over heeft. Hè. De ontwikkeling van die territoriale staat, dat gaat in fases. En het begin van een nieuwe fase, dan zijn de ontwikkelingen vaak meer in de hoofden, in de planning, wat er gebeurt. Hè. Die ideeën die ontstaan met de feitelijke uitvoering, laat dan vaak nog enige tientallen jaren op zich wachten. Nou, die integratie van het territorium, in eind 19e eeuw zie je dat hele territorium echt nog ingevuld wordt met, ik doe dit met een roze pen, ik weet niet of dat echt goed zichtbaar is, maar wordt dat hele territorium verder ingevuld met allerlei buurtspoorwegen, die allemaal volstrekt onrendabel waren, maar die er wel voor zorgden, ik zal hier het hele kaartje invullen, dat elke plek, elk dorp, bijna letterlijk elk dorp, verbonden werd met het nationale netwerk. Hè? Dus dat die nationale integratie gaat voortdurend verder. Deze eerste lijnen die werden nog door de markt gefinancierd, al wel gereguleerd en gestimuleerd door de overheid. Terwijl hier bij die buurtspoorwegen, ja, dat draait eigenlijk alleen maar op subsidie, maar was wel heel belangrijk om dat hele territorium, om dat helemaal te integreren, waardoor dat de hele bevolking, de hele agrarische bevolking, direct op dat moderne nationale netwerk was aangesloten. En we zullen later zien dat dit eind 19e eeuw is ook de periode dat het nationalisme opkomt. Hè. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat de fysieke door politiek aangestuurde inrichting van die ruimte, die wordt ook intellectueel en qua politieke mobilisering wordt dat veranderd. Maar daar gaan we het volgende week verder over hebben. En dit idee is dus de rol van de infrastructuur, metafoor van het belangrijkste onderdeel van de spoorwegen. Je ziet die netwerken, dus, hè, als we het nu over netwerken hebben, hebben we altijd over het ondergraven van de natiestaat. Maar in de eerste instantie waren die netwerken juist de basis van de natiestaat. We zien dan eind 19e eeuw dat het idee van het continent, hè, als je dit hebt ingevuld, is het met de buren te maken en de rijkwijde door de spoorwegen neemt toe. Dat is dan een vervolgende fase daarvan.